VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Deze week kijken we vooruit op de uitwedstrijd bij De Graafschap. Niels Reuzeler mag een nieuw fragment in de top 3 zetten. Maar nu eerst terug naar de laatste wedstrijd, VVV Heerenveen. Als je bij een judo of een bokswedstrijd, waar weinig gebeurt, als de punten zouden moeten beslissen, krijgt Heerenveen net een half puntje meer. En is dit Lammers? En is dit een goal? Jawel, eindelijk! Via de binnenkant van de paal is het Lammers die scoort, de nummer 9. Daarvoor is hij naar Heerenveen gehaald. Bulthuis houdt Opoku vast, maar Opoku houdt de bal en schiet in het zijnet. Jansen. Joosten. Ja, als VVV wat wil, zal het zo moeten. En dat lukt ook nog. Patrick Joosten, 1-1 uit het niets. Uit het niets. Het zat er helemaal niet in. Maar hij is er toch. Uitgerekend de nieuwe man. Soeziet. Reuzeler houdt de bal binnen. En daar is bijna de 2-1 met Opoku. Lammers nog altijd, mooi. Maar nu bij de tweede paal, daar Sinelli, goed verdedigd door Rutte. En dan een geweldige redding van Onderstal op het schot van Piri. Torsby draait goed weg van Seuntjes, maar is dan de bal kwijt, Grot. Nou, die is enorm snel, maar daar is tot nu toe weinig gebruik van gemaakt. Misschien nu. J. Roy Grot. En een redding van Warner Haan. En dan Opoku. En dan weer een redding van Warner Haan op het schot van Soeziet. Weer die hoge bal waar Heerenveen moeite mee heeft. Daar is Opoku en daar is Haan. En dat is ook het einde van de wedstrijd. Die eindigt dus in 1-1. En dat is voor VVV een gewonnen punt. En voor Heerenveen verloren 2 punten. Nou, tweede helft wederom tevreden. Ik vond dat we wat afwachtend aan de wedstrijd begonnen. Vond van beide kanten eigenlijk slap. Denk ik, amusement voor het publiek was er niet heel veel te genieten van beide kanten. Als je naar mijn ploeg kijkt, vond ik het wat... Wat onrustig, wat passieloos misschien is het juiste woord. En in de tweede helft hebben we wel, onze beste kant laten zien. En zat daar zeker in die eindfase misschien nog wel meer in als een punt. Ja, de week ervoor tegen Utrecht was het ook een beetje vergelijkbaar. Hoe kan dat nou, 2 wedstrijden achter elkaar? Nou, ik vond het wel anders. Omdat tegen Utrecht vond ik dat we echt totaal niet bij de les waren. Dat vond ik nu wel. Alleen ik vond dat we weinig risico namen in het spel. Weinig vooruit durfden te spelen. En we gaven ook niet veel kansen weg. Want één schot van buiten de 16 die lag gelijk binnen. Dus ik vond dat niet helemaal vergelijkbaar. Maar feit is wel dat beide tweede helften beter waren. Nou, is dat ergens aan te wijten dan volgens jou of niet? Ja, weet ik niet. Daar moeten we de komende weken achter zien te komen of het weer zo is of het structureel is. Maar ik denk van niet. Het brengen van Soeziet lijkt jullie wat meer grip op de wedstrijd te geven. Had je hem niet eerder moeten brengen? Ja, dat is altijd achteraf, maar volgens mij bracht ik hem bij 1-1. We hebben al die tijd achtergestaan, 1-1 gemaakt. En kijk, hij is een speler die aan de bal heel goed is, die goed het spel kan verdelen. Ik denk wel dat hij nog dwingender aan de bal kan zijn, dat hij nog directer kan zijn. En die vooral als we de bal niet hebben, heel veel moeite heeft nog met het oppakken van mensen. Maar dat gaat steeds beter. Dus kijk, hij kan heel goed voetballen. Alleen hij moet wel mee in de teamdiscipline die wij keihard nodig hebben om punten te pakken. En dat gaat steeds beter. Dus daar hebben we heel lang de tijd mee gehad om daaraan te werken. En daar zijn we nog steeds mee bezig. Een droomstart, zo moeten we het noemen, of niet? Ja, kan je wel zeggen, ja.
ja, gelijk belangrijk zijn voor het team. Dus ja, dat is zeker een droomstart. Ja, dat is ook iets, daar droom je van. Ik ga invallen en ja, ga ik me gelijk goed laten zien? Ja, ik denk het wel. Ja, ik bedoel, ik ben natuurlijk aanvaller. Dus als je erin wordt gezet, dan weet je natuurlijk dat de bedoeling is dat je voor dreiging zorgt en voor gevaar. Dus ja, dat is wel mijn intentie als ik erin kom. Ja, beschrijf het moment nog eens even. Ja, die bal werd voorgegeven. En toen, ja, ik liep eigenlijk naar het gebied toe waar het duel werd gespeeld. En toen in de kluts viel hij eruit. En toen kwam hij richting mij. En, ja, ik dacht, ik moet hem gewoon in ieder geval raken, gewoon op goal. En ja, toen ging hij erin. Was het lang geleden dat je had gescoord in een officiële wedstrijd? Ja, ik had vorig jaar met Jong Utrecht dan in de Jupiler League een paar wedstrijdjes gespeeld. Toen had ik nog wel gescoord. Dat was denk ik april of zo, voor het laatst. Maar op het hoogste niveau was dat even wat anders? Ja, klopt. Ja, ja, hoogste niveau was anders. En dan gelijk. Ja, je staat al in de belangstelling als nieuwkomer bij VVV, ja. En dan na zo'n goal natuurlijk ook. Hoe merk je dat? Ja, ja, je merkt natuurlijk daarna veel interviews. Ja, natuurlijk... Ik bedoel, mensen weten al een beetje van, oké, dat is een nieuwkomer, maar als je scoort, dan maak je dat gelijk duidelijk. En dan ja, weet iedereen wel gelijk wie je bent, zeg maar. Ja, waar leidt dat toe? Een basisplaats tegen de Graafschap, of niet? Ja, ik hoop het. Ik ga gewoon deze week goed trainen. En dan hoop ik dat, dat de trainer mij zaterdag opstelt tegen de Graafschap. En anders als het niet zo is, dan is het niet zo. En dan ja, hoop ik dat ik erin kan komen en alsnog gevaarlijk kan zijn voor het team. VVV staat na 4 wedstrijden 9e in de Eredivisie. Zaterdag gaat de ploeg op bezoek bij de nummer 12, de Graafschap. Ruim 2 jaar geleden stonden beide ploegen voor het laatst tegenover elkaar op de Vijverberg in Doetinchem. Toen in de Eerste Divisie. Wordt het een schot op doel? Nee, toch een voorzet van Reserveur. En dan valt hij hier en een schitterende goal. Die omhaal is prachtig. Het doelpunt van nota bene centrale verdediger Niels Reuseler. En VVV staat op voorsprong. Bal niet lekker weggekregen. En dus Suntjens. En hier de kans. En het is 0-2. Slegers maakt hem. Omdat de Graafschap heel erg slordig uitverdedigt hier. En dat lijkt de beslissing in de wedstrijd. Dat was mijn laatste doelpunt voor VVV nu. Overwinning daar in een heel belangrijke fase in het begin van het seizoen. En toen hebben we goede stappen gezet richting kampioenschap in de Jupiler League. Maar het is altijd lastig voetballen, hè, op een volle Vijverberg. Ja, zeker. Er is altijd een goede sfeer daar in het stadion. Hun supporters staan ook vol achter. Het is nooit makkelijk voetballen daar. Maar ja, het zijn wel altijd leuke wedstrijden in Doetinchem. Nou, ze hebben toch netjes ook een punt gepakt bij Emmen. Ik vind dat ze tegen Groningen heel behoorlijk hebben gespeeld. Dus ja, dat is een ploeg die qua mogelijkheden vergelijkbaar is met VVV. We hebben 1 jaar meer eredivisie ervaring met deze spelers. Maar nogmaals, zeker uit is het altijd een lastig avondje op de Vijverberg. Maar ik vind dat altijd wel hele mooie wedstrijden. Hun zijn toch ook een ploeg die tegen degradatie zal strijden, net zoals wij het zijn. En ook een denk ik vrij fysiek duel. Dat allebei teams gewoon voor de overwinning proberen te gaan. 6 punten duel? Nou, daar vind ik het nog te vroeg voor. Maar de Graafschap is wel een van de ploegen waar die ook in het rechterrijtje zullen gaan spelen. En of dat nou bij de onderste is of misschien ietsje daarboven. Ja, nogmaals, dan moet je ook een beetje geluk hebben in zo'n competitie. Moet een bal net goed vallen. Dus dat vind ik nog te vroeg. Maar het is wel een concurrent voor ons, ja, absoluut. Stijn beschikt tegen de Graafschap over een complete selectie. Grote vraag is of spits Malappa eindelijk zijn competitiedebuut gaat maken voor de Venlonaren. Ja, dat was het al bijna. Ik voelde in die eindfase tegen Heerenveen met nog het bijbrengen van de spits dat we voor de overwinning konden gaan. Alleen ja, toen raakte en Moreno Rutte geblesseerd en Gerald die had wat kramp. Dus moest ik hem verdediger brengen. Maar de kans dat hij in Doetinchem minuten gaat maken, die is zeker aanwezig, ja. Ja, want een scorende spits, of een afmaker kunnen jullie wel gebruiken op dit moment.
Ja, we geven weinig weg, maar we scoren ook nog wel te weinig. En we hebben veel doelpunten verkocht, dus er is behoefte aan doelpunten. En ja, die kan hij brengen. Maar goed, hij moet wel echt fit zijn, want we hebben hierna nog na de Graafschap nog 29 wedstrijden. En Post die zijn kans schoon ziet en geweldig scoort. Wat schiet hij die bal prachtig in de bovenhoek. En VVV staat met 1-0 voor. En dan heeft niemand het meer over al die doelpunten die de deur uitliepen. Leemans, T, Van Krooi, want Post is er nog. En staat Maurice Stijn met VVV op voorsprong in Tilburg. En heel Eindhoven staat natuurlijk ook stil bij Lennart T. Wat een geweldige actie van hem. Hij is dus stamceldonor. En in de 11e minuut is daar het applaus voor de nummer 11 die er niet is. En om zo'n goede reden zijn maar weinig voetballers ooit afwezig geweest in de Eredivisie. Lennart T. Bijzondere wedstrijd waarbij het 115-jarig bestaan van VVV ook wordt gevierd. Bijzonder shirt van VVV om dat 115-jarig bestaan te vieren. En dan komt de landskampioen op bezoek. Kortom, het belooft een bijzondere middag te worden hier in Venlo. Dit is wel een kans. Oh, Poco, want geen buitenspel. Misschien wel de beste kans van allemaal in de eerste helft. Maar oh, Poco raakt de bal nog niet eens half. 8 rechts. En 8 gaat hem nemen. Maar kan hij hem ook pakken? Nee. Leemans schuift hem heel rustig binnen. En dan zit de wedstrijd erop. En wint VVV van Feyenoord. Dit is de top 3 van VVV zoals die er nu uitziet. Deze week mag Niels Reuzeler een nieuw fragment in de top 3 zetten. Ja, ik denk ik ga gewoon mijn eigen oma tegen de Graafschap. Dat is zo'n 2 jaar geleden een Jupiler League zetten. En welk fragment mag eruit dan? Doelpunt van Danny Post, die mag eruit. Echt? Ja. Ja, gewoon die bal gewoon verkeerd geraakt. Gaat hij in de kruising. Zet hij zichzelf gewoon in de top 3. Ja. Dat doe jij ook, of niet? Ja, ik denk dat het een goede moment is. Huh? Ik erin, hij eruit. Prima. Maar je zet jezelf ook in de top 3? Ja, maar ja, ik denk die andere 2 momenten waren heel erg speciaal. Kampioenschap en ook de 11e minuut van Lennart T. Vorig jaar. Nou, de andere was de overwinning op Feyenoord. Met de invalbeurt van Opoku. Hij heeft zichzelf er ook ingezet vorige week. Ja. Ja, maar ja, ik vind die andere 2 momenten waren gewoon heel belangrijk voor het hele team. Hadden jullie het afgesproken om Danny eruit te gooien? Ja, het was gewoon van het hele team. Het hele team stond ervoor achter. Dus jij namens het hele team, je wisselt je eigen moment in voor dat van Danny Post de goal tegen Willem II? Ja, precies. Bedankt Danny daarvoor. Maar ja, het is over. Wordt het een schot op doel? Nee, toch een voorzet van Reserveur. En dan valt hij hier en een schitterende goal. Die omhaal is prachtig. Het doelpunt van nota bene centrale verdediger Niels Reuzeler. En VVV staat op voorsprong. Het is zijn eerste doelpunt in Venloze dienst. En Reuzeler denkt, als ik hem dan toch maak, maak ik hem maar ook heel mooi. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.